Ja, moet je daar nou woedend om worden? Moet je boos om worden? Moet je daar verdrietig van worden? Nou, ik denk meer het laatste gewoon. Ja, heel verdrietig word je daarvan. Ik ben gewaarschuwd door mensen die zeiden, heb je Op 1 gezien? Ja. Dus ik ben gaan kijken naar Op 1. En dat ging dan over dat tegenwoordig mag je tepels laten zien op Facebook of weet ik van wat. En er zat een of andere fluencer, een of andere tuthola, die ging daar enorm over verhaal vertellen. En er zat aan die tafel, daar bij die Op 1, daar zaten allemaal deugende mensen, beste vrienden. Allemaal deugers. Ja, 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 ja. De hele wokebeweging die was weer uitgerukt. Om weer keurig te gaan zitten wabbelen, allemaal met z'n allen. Nou goed, en daar ging het dus over die tepels. En toen gingen ze eventjes een filmpje laten zien van mij. Maar goed, je kon erop wachten natuurlijk dat de wokebeweging een keer bij ons, bij Pisa, Verona, zou uitkomen. Want inderdaad, wij hadden in die tijd vroeger geen enkel probleem met tieten. Niks, nee. Die lieten we gewoon zien als we daar zin in hadden. En als dat leuk was, binnen een onderwerp, dan deden we dat. Ja. En nu lieten ze dus een filmpje zien van mij. Ja, dat ik dus met dames met blote tieten zit te interviewen op het strand. Ja, er waren natuurlijk allemaal modellen. Het was allemaal ingestoken. En het was allemaal van tevoren bedacht. En het was, zat in een item waarschijnlijk over iets met bloot op het strand of weet ik veel wat. En ik ging dan zogenaamd vragen stellen, politieke vragen, over de verkiezingen en over het kabinet. Haha, en dat vonden we toen leuk. Maar goed, in ieder geval, zo zat het. Maar helemaal uit zijn verband gerukt, helemaal uit zijn verband gehaald, wordt dat filmpje vertoond. En gaan daar die deugers, dan ga ik me toch weer boos maken. Terwijl ik in principe even verdrietig moet zijn en ook ben. Maar goed, dan word ik toch weer boos. Omdat die deugers, die gaan dat dus daar mij veroordelen. Omdat ik dan blote tieten zit te interviewen op het strand. En nou, en werkelijk om te kotsen. Om te kotsen gewoon op één sodemieter op met je gezeik. Het is toch ongelooflijk. Dat ze dat durven te doen. En A, mij nog niet eens vragen of het goed is dat het uitgezonden wordt. Nee, doe maar. Zend maar uit. En dan ga je ook nog een dag eens een keertje met je woke koppies en bekkies mij zitten af te zeiken. Ach, mensen. Misselijk en misselijk makend. Dat is het. Op één.